Het gaat moeizaam in de thuiswedstrijden van NEC. De laatste overwinning in de Goffer dateert alweer van 31 augustus. Tegenstander Top Os moet het slachtoffer worden van de dadendrang van trainer Jack de Gier. De winst vorige week uit tegen Telstar was een lekkere opsteker voor de club. Nou ja, goed, na twee nederlagen dan wil je, ja, je wil elke wedstrijd winnen natuurlijk. Maar dan is het wel lekker dat je bij Telstar inderdaad met 3-0 wint. Ja, nou ja, goed, we zijn hartstikke tevreden over de manier waarop we gevoetbald hebben. We hebben volgens mij, ja, we hebben één kans weggegeven. En dan moet je dan een beetje geluk hebben dat je, of geluk, is een goede redding van Marco. En inderdaad dan geluk hebben dat hij in de rebound niet erin gaat. Voor de rest hebben we voldoende kansen afgedwongen. We hebben goals gemaakt en ja, de score had misschien nog wel hoger uit kunnen vallen. Je had dus een defensieve problemen achterin, een paar blessures, goed opgevangen, nu een clean sheet. Hoe is dat bevallen voor Bewalda om weer in de basis te staan? Ja, kijk, ik zei van tevoren al dat als er mensen niet zijn, dat we een brede selectie hebben en dat we alle vertrouwen hebben in de spelers die dat dan in gaan vullen. En dat, ja, nul goals weggegeven, weinig kansen weggegeven, dus... Ik kijk ook niet zozeer naar het poppetje, maar ik kijk meer naar het team die dat in moet vullen. En ja, dat hebben we dan goed gedaan met z'n allen. Hoe gaat het met het herstel van Rens van Eijden en Matthias Bossaerts? Matthias heeft meegetraind en Rens is nog apart aan het trainen, maar die is inmiddels wel weer op het veld. Dus nou ja, je moet altijd kijken hoe dat proces verloopt en wanneer dat weer voldoende is om in de groep aan te sluiten. En dan naar Top Os, een team dat sterk begon, een beetje is teruggevallen, maar nog steeds een erg geduchte tegenstander is. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, nou goed, we willen natuurlijk thuis willen we die wedstrijd winnen. En daar hebben we ons op voorbereid, zoals we eigenlijk altijd doen, elke week. En ja, ligt het morgen aan de uitvoering van ons, hoe dat allemaal verloopt. En voor de rest, ja, we kijken naar Os en we kijken vooral naar onszelf elke week. Ja, we hebben ze beelden gekeken en ze spelen ook met 5 verdedigers, zelfs tegen Telstar. Dus ja, daar wisten we tegen Telstar goed van te profiteren. En dan moeten we zorgen dat er ook gewoon dat die ruimtes erachter komen met 3 verdedigers, dat we 1-op-1 komen. Dan moeten we zorgen dat we daar de kwaliteit gewoon naar boven komen met onze acties en doelgerichtheid. En dan moeten we daar gebruik van maken. Een van de belangrijke spelers bij Os is Ragnar Oratmangoen. Volg je zijn proces een beetje bij Top Os? Ja, natuurlijk. Ragnar is contractspeler bij NEC en in het belang van hem en van ons hebben wij in overleg besloten om hem te verhuren. Hè, omdat hij hier ja, gewoon niet aan speelminuten toe zou komen en het goed is voor hem om te spelen in de eerste divisie. Dat kan niet bij Os, dus wij volgen dat uiteraard op de voet. Speelt onder meer Ragnar Oratmangoen. Zou je goed kennen, denk ik? Ja, Rach was in de voorbereiding natuurlijk helemaal bij ons. Goeie vriend en het is grappig om weer even tegen hem te spelen. Met de nieuwe hoofdsponsor Klok Logistics op het shirt begint de wedstrijd tegen Top Os om 8 uur in de eigen Goffert.